Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Kalu. Richard Kalu is een beetje ziek, no? Die zieke Richard Kalu. Beterschap. Hoe gaat het nu met jou, meneer Kalu? Laatste keer had je mij gezegd dat, dat je ziek bent. Feigono met u. Ik word rustig. Ja? Nog steeds onder doktersbehandeling? Ja. You know, ervaren minister, voor mensen die het niet weten, je bent minister geweest van handel en industrie in Suriname en ook minister van, twee keer minister geweest, openbare werken, toch? Ja. Hey, als je kijkt nu naar openbare werken, van Richard Noor Mohamed, hoe doe jij het? VVD minister voor openbare werken, Euroco. Dus ik begrijp niet waarmee hij bezig is. En ik denk dat er een allerlei andere agenda's daar spelen. Eigenlijk, de VHP heeft eerst onder Ranjit Singh daar het ministerschap gevoerd. Die heeft niet veel kunnen doen. Ook omdat in feite er was geen geld. Toen ben ik minister geweest. En ik had me toen voorgenomen om die twee bruggen te bouwen. Dus ik heb die twee aanbestedingen gehouden. En ik heb die stukken contract klaargemaakt. En toen ik het moest tekenen, moest ik aftreden omdat mensen die bouw van de bruggen aan Balas Nedam wilden gunnen. Tegen een veel hogere prijs. Ik heb daarnaast nog ervoor gezorgd dat de consequenties van de verandering van het klimaat voor Suriname, dat die allemaal op papier werden gezet. Omdat Suriname voor wat dat betreft in de gevarenzone verkeert. Suriname is met een van de landen, met Guyana en Florida en Manhattan, die onder water gaat lopen. En dat is een van de problemen. Ik heb er niet veel aan kunnen doen, omdat ik toen weg moest. Maar er is daarna ook niks gebeurd op dat gebied. Oké, okay, dus eigenlijk werd je weggestuurd, omdat de bepaalde mensen, zeg gewoon Weidenbos en Boutersen, over die mensen hebben. Dat waren de twee mensen die daar eigenlijk bepaalden. Mm-hmm. Dat waren Atamura en Dilip Sardju. Dat waren de twee kanaffen. Atamura en Dilip Sardju willen dat jij moest weggaan als minister, omdat ze die deal wilden geven aan Balas Nedam voor de bouw van de Bosjebrug en de Quarantainbrug, toch? Ja? Het ging bij mij, niet de Quarantainbrug, de brug over de Suriname rivier. Ja. En de brug over de Kopername rivier. Ja, dat bedoel ik, ja. En het zou de stalen bruggen worden, omdat staal makkelijker is in onderhoud en staal is veel duurzamer dan beton. Als je met beton een probleem hebt, dan ga je dat niet kunnen onderhouden en Suriname gaat dat niet kunnen onderhouden. Zo simpel is het. Dus vandaar, het was goedkoop, veel goedkoper, want we hadden een lening van Van Dam uit Venezuela tegen een heel lage rente. En bij Balas Nedam moesten we eigenlijk het hele volledige bedrag met een hogere rente ophoesten. Dus het is dus veel duurdere bruggen geworden. Dankzij de corruptie van Dilip Sardju en van Atamura. Hmm. Natuurlijk hebben ze ook gedeeld met Boutersen en met Henk Goedschalk en Weidenbos. Ja. Maar die waren die pionnen. Die waren naar voren geschoven, Atamura en Dilip Sardju. Ja, dat waren de gangmakers als het ging om corruptie. Ah. Maar die waren daar primair om geld te maken. En die hebben er ook voor gezorgd dat je minister af was. Ja, precies. Ja, oké. Okay. En wat ben je toen gaan doen? Ben je een beetje verbitterd, neem ik aan, toch? Als mensen jou... Nou, ik ben niet verbitterd. Ik bedoel, het doel was dat die bruggen gebouwd zouden worden. Hmm. En die bruggen zijn uiteindelijk gebouwd geworden, weliswaar tegen een hogere prijs. Ja. En op een andere wijze dan ik gewenst had. Ik ben toen directeur van de NOB geworden. Nationale Ontwikkelingsbank? Ja, Nationale Ontwikkelingsbank. Uh-huh. En daarna ben ik consultant geworden.
Ja, oké. Okay. En dan als je nu kijkt naar de ministeries die jij, waarop jij gewerkt hebt, hè, waar jij leiding gegeven hebt. Als je nu kijkt naar OW bijvoorbeeld, hoe vind je dat het ministerie van OW het doet? Infrastructurele werken in Suriname, klein, groot. Ik snap niet wat met mij bezig is. Ik heb zo het gevoel dat men daar in handen is terechtgekomen van een aantal aannemers die dus gewoon een paar werken gegund willen hebben om dan een grote njang te maken. En dat zijn die babbouwwerken met een nieuwe vergaderzaal voor het DNA. En dan heb je een nieuwe politiebureau. Het oude wat gebouwd was en niet afgemaakt was, dat wordt nu afgebroken. En zo heb je nog een paar projecten die gegund worden, grote projecten, aan een paar lausie aannemers die in feite niet in staat zijn om die dingen op een behoorlijke wijze, en die ook geen goede reputatie hebben. En het liefst, en ook nog zonder openbare aanbesteding. Dus het is corruptie dat de klok slaat op openbare werken. In de droge tijd, we hebben een geweldige droge tijd gehad. Dat was het moment om eigenlijk alle kanalen en alle goten op te schonen en een hele schoonmaakbeurt te geven aan Paramaribo en omgeving. Dat is niet gebeurd. Begrijp je? Dus het is gewoon, ja, laat me zo zeggen. Men geeft de schuld aan, er is geen geld, maar er is ook geen beleid. Er is geen planning, er is geen management, geen organisatie, niks. Dus er wordt maar gewoon gewerkt afhankelijk van zaken die op een gegeven moment plotseling opportun worden. Maar voor de rest gebeurt het niet op basis van een zekere planning. Maar ik denk, als er een nieuw gebouw neergezet wordt, daar is toch niks mis mee? Ik bedoel, daarvoor is toch, hebben we toch openbare werken als er een nieuw assembleegebouw moet komen? En ja, dus kijk. Wat is er mis mee dan? Dat punt met dat ding van het nieuwe assembleegebouw is in feite een gebouw, een nieuwe vergaderzaal, is dat eigenlijk men rekening moet houden met de locatie, met de stedenbouwkundige voorzieningen. En eigenlijk dat gedeelte, het centrum van Paramaribo, is in feite een UNESCO werelderfgoed. Behoort tot UNESCO werelderfgoed. En dus dan moet je je houden aan de bepaalde richtlijnen. En daarvoor is er een commissie om er toe te zien dat de architectonische inrichting conform de eisen is. En dat is niet het geval. Dus we gaan straks een afzichtelijk monster krijgen die daar neergekwakt gaat worden. Alleen maar om geld te maken door een bepaalde aannemer. Ja, hetzelfde maar geld voor het politiebureau. Wat er daar was, het politiebureau kon makkelijk afgemaakt worden. Want betonnen constructies worden neergezet met een levensduur van minimaal 50 jaar. En deze had een stevige betonnen constructie. Je kon gewoon verder op uitbouwen. Dat is niet gebeurd. Dus het is allemaal zaken die, dat wil zeggen, niet nodig zijn. En die aandacht afleiden van de prioriteiten. Men stelt geen behoorlijke prioriteiten. Wat zijn de prioriteiten, de echte prioriteiten? Op het gebied van infrastructuur, ja, zijn de prioriteiten duidelijk. Dat eigenlijk bij elke zware regens loopt Paramaribo onder water. En daaraan wordt gewoon structureel niets gedaan. Structureel wordt er iets gedaan. Ja, maar jij zat ook op die troon, hè, om Suriname te helpen. Wat heb jij gedaan toen dan als minister? Dus, ik was toen precies 6 maanden. Want minister, ook in jouw tijd heeft het geregen en lag Paramaribo onder water. Als minister van Openbare Werken. Toen ik er was, had je geen overstromingen. Was er geen regen? Nee, er was wel regen, maar geen overstroming. Oké, je had het klimaat mee. Ik had het klimaat mee, niet alleen dat. De afvoeren en de goten die werden onderhouden. Dat is het punt. En daarvoor heb je een bepaald schema.
En dat schema is afhankelijk van het seizoen. Dus in elke droge tijd moet je in feite alles klaargemaakt hebben om alle lozingen en bermen schoon te maken. En dat heeft men niet gedaan dit keer. Dus ik had gekregen bij de eerste de beste regenbui straks in eind oktober, begin november, dat Paramaribo weer onder water gaat komen te staan. Dat bedoel ik. Dat komt omdat men niet schoonmaakt. Die duikers en die... Precies, door die duikers moeten doorgestoken worden. Die kanalen moeten schoongemaakt worden. Ja. Op het moment dat er een enorme begroeiing is, dan kan het water niet doorstromen toch? Ja, maar meneer Kalu, als iedereen dit ziet, waarom doet niemand het? De minister ziet het toch ook? Hij weet het victims goed. Hij doet het niet. Waarom doet hij het niet? Ik weet het niet. Mij niet vragen. Dus de vastvertegenwoordiging, die vraagt het ook maar, men doet maar. En in feite, men stoort zich niet als regering aan. En ja, hoe moet ik zeggen? Aan wat de samenleving denkt. Je bent niet zo blij met de regering, meneer Kalu. Ik ben niet zo blij met de regering, nee. Waarom ben je niet blij? Terwijl je naar Oro-VAP'er, je bent wel overgelopen naar BVD met deal op start, en naar NDP. Ja, dus kijk, wij zijn overgelopen. Ja, toch? Om argumenten, om wat we principes hadden. Wat voor principes? Principes. Ja, we hebben gewoon vette envelop gekregen van meneer Sardjou. Kiswamoni, niemand heeft een vette envelop van meneer Sardjou gehad. Nobody. You know, kies envelop? Niemand, omdat in feite, in die periode was er bijna geen geld. Dus er waren ook geen projecten. Behalve dus die bruggen waar je geld kon maken. Verder is er niks gebeurd wat dat betreft. En wij wilden niet meer op het economisch beleid van meneer Venetiaan, Venetiaan 1. Dat was gewoon waardeloos. Die man snapte de hal, dit feit van in feite hoe de economie van Suriname in elkaar zat. Als je niet weet hoe een economie werkt, dan ga je het ook niet kunnen verhelpen. En wij wilden niet hebben dat hij voor de tweede keer president werd. En daarom, dat hadden we ook al duidelijk gemaakt aan de leiding van die partij. Dat als Venetiaan weer voorzitter wordt, weer president wordt, dan gaan wij niet aan meewerken en wij gaan ook niet meewerken. Wij gaan er ook niet blijven. Dat hebben we vooraf duidelijk gemaakt. En dat wist Lach best zo goed. Als men wist dat wat er te wachten stond. Hij is toch doorgegaan en Venetiaan nog twee keer president gemaakt. En Venetiaan heeft het land prachtig naar de Filistijnen geholpen. Zo simpel is het. Venetiaan heeft Suriname naar de Filistijnen geholpen? Ja. Jij bent een van de weinige Suriname bij wie ik dat hoor. Ik hoor vaker het geroep van Venetiaan. Wie want Venetiaan Bakka? Ja, dat zijn de NPS'ers. Want wat er was, hij had in een bepaalde periode had hij dus de restant opbrengsten, de restant ontwikkelingshulp had hij, was die Hollanders, die waren moe van Venetiaan ook. En dat weet ik zelf van iemand, omdat ik familie had, die werkte op de Nederlandse ambassade. Die hebben mij gezegd dat het een puinhoop was onder Venetiaan, omdat Venetiaan wilde geen ontwikkeling. Dus hij heeft het geld genomen van de ontwikkelingshulp, had hoge opbrengsten uit aardolie en uit goud, meer dan 3,5 miljard. En wat heeft hij daarvoor opgebouwd? Niets, geen ene moer. Daarnaast, hij heeft niets opgebouwd hoor. Geen één project van hem is gelukt. Alles is mislukt. Daarnaast heeft hij voor 1 triljoen, dat is meer dan 1000 miljard dollar, aan olie cadeau gedaan aan de Guyanese, omdat hij in feite te lamlendig was om een brief van de Guyanese president Bharat Jagdeo te beantwoorden. Dus hij heeft de meeste mogelijkheden gehad en hij heeft het minst gepresteerd. Hoe bedoel je dat hij miljarden vaten olie aan Guyana cadeau heeft gedaan? Heb je het over Tigri of zo? Nee, het gaat om de olie. Waar Guyana nu veel olie vindt, dat is de Horseshoe Triangle. Dat is dat stukje aan de monding van de Corentijn. Aan de monding van de Corentijn is een stuk gebied dat rijk is aan olie. Dat is een van de grootste olierijke gebieden op de wereld. En
Guyana had aangeboden, Bharat Jagdeo had aangeboden in een brief, om gezamenlijk die exploitatie van de olie daar ter hand te nemen. Omdat Bharat Jagdeo, Guyana, had geen enkele ervaring met aardolie. En wij hadden die ervaring wel. Met staatsolie? Ja. Maar Venetiaan heeft die brief gewoon niet beantwoord. Gewoon niet beantwoord. Onbeschoft. Laat me het zo zeggen. Gewoon onbeschoft. Je hoort een brief van een buurland, van een staatshoofd, waarmee je in goede nabuurschap leeft, behoor je te beantwoorden. Heeft hij niet gedaan. Dus Bharat Jagdeo is gestapt naar het internationaal tribunaal in zaken zeerecht, zeeconventies. En hij heeft gelijk gekregen. Omdat die mensen hebben Suriname gestraft daarvoor. Normaal, wanneer er een conflict is tussen twee landen op het continentaal plateau. En het gaat om minerale rijkdommen op het continentaal plateau. Dan wat doet die conferentie, die zeerechtconferentie? Die deelt het gebied gewoon door tweeën. Dat is gebeurd tussen Barbados en Trinidad. Het gebied tussen Trinidad en Barbados is gewoon in tweeën gedeeld. Daar zit veel olie en gas. Bij ons hebben die mensen gewoon, om Suriname duidelijk te maken, dat ze niet gediend waren van de wijze waarop meneer Venetiaan die zaak behandeld heeft, hebben ze alles, let wel, alles hebben ze aan Guyana gegeven, het hele gebied. Suriname heeft nul gehad. Ja, terwijl Guyana aanbood om het gezamenlijk te gaan exploiteren. Ja, precies. Ik bedoel, ik zou dat aanbod zou ik direct met beide handen aangegrepen hebben. Maar ik weet niet wat er in het hoofd van die meneer is geweest. Ik snap het niet. En ze hebben daar meer dan $1 triljoen aan olie gevonden. En dat exporteren ze nu. Het gaat niet om kleine hoeveelheden wat Guyana exporteerd wordt. Dat zijn hoeveelheden die staatsolie in een heel jaar doet zij in een dag. Zo simpel is het. Wat staatsolie in een heel jaar doet, doet zij in een dag. En nu hebben we opnieuw olie, onze eigen olie nu. We hoeven niet meer met Guyana samen te delen. Hoe kijkt u naar? Versie Atori dat, meneer Kalo. Dus hier in olie, dat gebeurt volgens omdat wij niet kapitaalkrachtig zijn. En wij hebben niet ook de technologie niet in handen om die olie te gaan exporteren. Dan hebben we dus het gebied in kavels verdeeld. En dan hebben we het in concessie gegeven om te exploreren en te exploiteren later. En dat is gebeurd en men heeft in een bepaald gebied veel olie gevonden. En dat gaat men in 2028 exploiteren. Gaat men dan uit de grond halen. En nu zijn onze mensen zijn enthousiast als ze denken dat ze miljarden aan olie gaan vinden. Aan geld gaan krijgen, maar dat gaat niet gebeuren. Want ze hebben ondertussen, had staatsolie zich in de schulden gewerkt. Ze hadden enorm veel geld uitgegeven aan de exploratie van goud. In het mediumgebied samen met Newmont. En ze hadden veel geld uitgegeven aan de nieuwe raffinaderij die ze gebouwd hebben. Dus ze hadden leningen genomen en die moesten ze aflossen en ze konden die niet aflossen. En buitenlandse maatschappijen, de banken die dreigden toen staatsolie op de veiling te gooien. Mm. En toen heeft Boutersen ingegeven, hij heeft dat opdracht gegeven om geld te zoeken voor staatsolie. Hoofdraad is gegaan naar Vijay Kirpalani. En die wist wel waar je geld kon krijgen, kon lenen. En zo zijn we beland bij Oppenheimer. En hebben we ongeveer $550 miljoen geleend. Die een rente van 12%. En die schuld heeft Suriname niet afgelost. En hebben wij eigenlijk een regeling getroffen voor aflossing van de schuld, waarbij een groot deel van de opbrengsten uit de aardolie die we nog uit de bodem moeten halen, verrekend gaan worden met
de schulden aan Oppenheimer. Dus voordat wij 1 rode cent krijgen, gaat eerst afgetrokken worden de schulden, de aflossing voor de schulden van Oppenheimer. Dan gaat die buitenlandse maatschappij eerst hun kosten die ze hebben gemaakt in rekening brengen. En pas als er winst is, gaat er dan iets van de winst afgetrokken worden. Dan gaat van de winst afgetrokken worden datgene wat afgelost moet worden, Oppenheimer, plus de investeringskosten van dat bedrijf, van het Total bijvoorbeeld. Total ja, total. In dit geval. Ja. Total, ja. Ja, maar betekent dat het jaren kan duren voordat wij iets krijgen. Wat we wel gaan krijgen is de levy, de royalty op het winnen van de olie. Dat is 4-5%. Dat is wat wij gaan krijgen, meer niet. De Suriname gaat niet rijk worden, Luxanne, daarmee denk je. Suriname dat gaan nog armer worden. Weet, wat zegt u, we hebben olie en dan gaan we juist armer worden? Ja, ja, ja. Hoe gaat dat dan een omgekeerde verhaal, vertelt u mij hier nu? Ja, precies. Dus kijk, het punt is, je wordt alleen rijk met natuurlijke rijkdommen. Als je regeerders hebt, politici hebben met verstand. Maar je maakt een politiecommissaris, maak jij president van Suriname. Wat voor verstand heeft politiecommissaris van economische ontwikkeling, van opbouwen van het land? Wat voor verstand heeft zo'n persoon? Nul. 0%. Je bedoelt meneer Santokki? Ja. Oké. Okay. Wel dan, hoe ga je land opbouwen? We hebben dat er plotseling geld als manna uit de hemel gaat vallen. Gaat niet gebeuren toch? Ja, maar ik denk als je zoveel olie hebt en als je echt een olieland bent, dan moet je niet piepen om die 500 miljoen schuld bij Oppenheimer. Nou, dus heb je geen geld. In de olielanden praten we toch over miljarden en niet over miljoenen. Nee. Dus die 500 miljoen is intussen meer dan 800 miljoen geworden met rente. Dus tegen die tijd dat het geld gaat komen, dan gaat die schuld meer dan 1 miljard bedragen. Ja. Oké. Okay, nee. Dan hebben we nog een buitenlandse schuld van 1 miljard ergens anders. 4 miljard inmiddels. En dan hebben we nog een schuld van 500 miljoen aan China. Ja. Maar dus gaat er over? Ja, maar er is geen enkel land in de wereld schuldvrij, toch? Nee, maar daar is een grote. Daar ga je zien het verschil tussen landen met regeerders, presidenten met verstand en landen met regeringen zonder verstand. Die landen hebben geleend, ze hebben schulden gemaakt, maar ze hebben die leningen, dat geld, hebben ze gestopt in de verdiencapaciteit van de economie. Dus die economie verdient geld en daarmee lossen ze af. In Suriname is nul, geen 1% is gestopt in de verdiencapaciteit van de olie van Suriname. Geen 1% sinds 2000 centen. Ik denk juist, ze lenen juist voor staatsolie om juist daarin te investeren, want dat is een verdienmodel, staatsolie. Ja, maar dat gebeurt. De staatsolie investeert niet in de verdiencapaciteit van het land. Wat er gebeurt, de staatsolie, je maakt winst. Ja? Dankzij omdat zij alles wat zij verkopen, ze exporteren heel weinig. Ja? Ze verdienen zelf geen deviezen. Ja, maar de staat is ook aandeelhouder, toch? Dus die staat verdient aan staatsolie. Ja, maar de staat krijgt dus een winstuitkering en dividend. Mm-hmm. Ja. En wat doet de staat met dat geld? Ze betalen een hele leger van billenpoetsers ermee. Ze betalen allerlei ambassades die geen ene boer uitvoeren. Ze betalen allerlei dure reizen en dat soort zaken. Verder gebeurt er 1 rode cent wordt gestopt in de verdiencapaciteit van het land. Er is ook geen enkel plan om het te doen. Er is niets. Je ziet geen visie bij de regering? Er is geen enkele, droge visie.
Meneer Richard Kalu, oud-minister, hou hem live hier. Meneer Kalu, ik wil afronden met u. Is er nog iets dat u stoort op dit moment in Suriname? In Suriname? Tot besluit. Nee, maar wat mij stoort is dat eigenlijk de bevolking niet beseft dat we regelrecht in de afgrond gaan. Men is zich niet ervan bewust. En men wordt goed gehouden met allerlei mooie verhalen. Mm-hmm. Maar langzamerhand begint het door te dringen dat we eigenlijk niets gaan hebben aan die olie. Langzaam aan begint het door te dringen. Ik heb het nog niet gehoord, juist al. Maar geluiden van dat het goed komt met Suriname. We hebben zoveel olie en gas omdat, ook nog. Omdat die Surinamers, die de mensen die dat zeggen, die journalisten enzovoorts. Mm-hmm. Meneer president. Zeer oppervlakkige wijze. En die president, die houdt de boel voor de gek. Je kan toch niet een heel land voor de gek houden, meneer Kalu? Ja, mij houden ze niet voor de gek. Oké. Okay. Breedt hij dat Juna uitzondering? Grand tangi voor jouw tijd, meneer Kalu. Richard Kalu, oud-minister van Openbare Werken en minister van Handel en Industrie in Suriname. Dank u wel voor uw tijd. Hoi, goed. Oké, dat was hem, Richard Kalu. Die man heeft altijd een mening. En als je een mening hebt, dan ben je hier op het juiste adres. Standvaste. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.